It's number one. Attentie, attentie. Deze video bevat schokkende feiten voor tere Tilburgse zieltjes. Als u zo Tilburgse zieltje bent met hele lange tenen, bekijk deze video dan niet. Alle andere mensen van Nederland, heel veel plezier met kijken. Hallo allemaal, welkom op de mooiste, beste kermis van heel Nederland. Dat bewieren ze hier in Tilburg zelf. Arrogantie op de top, zijn hier met de kermis mee. Stam van de boom. Het is lukt dit jaar voor het eerst. En ik heb elke keer commentaar, dus ik ben benieuwd of hij er ook een commentaar heeft. Dus laten we even kijken. Ik vind het niet zo'n topzaak, eerlijk gezegd. Nee? Ik over de KMG's vind ik hem niet op kunnen. Nou, dat is zo van de KMG, hè? Ja, en de gondels rijden niet zo hard. Ja, dat idee heb ik ook. Maar we kunnen vaak bij een chaos kijken, die overdraait. Moet je kijken hoe die hem om. Drink de rest ook nog wel op. Oh, beetje. Wat doe je weer? Zijn jullie hier nog steeds niet uit? De game met mooie decoratiestukken zoals deze auto en een schitterende scooter. Prachtige decoratie daar. Happy Clowns! Elk spel speelt u met 5 ballen. Stop de ballen 1 voor 1. Attentie! Booster, it's a deeper experience! Gaan we tellen mensen, dit is namelijk nummer 1. Het staat leeg, concurrentie snijdt elkaar de kop niet af, zeggen ze. Nee, je bijt elkaar niet, zeggen ze hier. We zien het, we bijt elkaar echt niet. 2 euro, ja, we staan in de rij bij de kassa. Het staat hartstikke stil. Ja. En dan geld, maar ja, daar gaat niemand naartoe. Nou, dat klopt, ja, daar kijken ze alleen maar naar. En dan de beste kermis van Europa worden? Nou, niet op deze manier, hè. Moet je nagaan, mensen, dit was een leek, hè. Voor de eerste keer hier, en je ziet het al. We zijn niet eens heel ver op die kermis. Maar we gaan gewoon gemoedelijk door. Alle attracties moeten hier gekeurd worden, maar een trap dat is op eigen risico. Ja, blijf maar aan deze kant staan, veel veiliger. Ja.
fiets, hebben ze een prachtig rad geregeld. Staat hij midden in de loop. Als je daar aan komt lopen, loop je onder dat rad op. Het is dat mensen misschien wel weten dat er achter kermis is, maar hier voor het eerst loopt. Ja. Je moet helemaal omheen lopen. Ik vind dat niet echt mooi opgesteld. En dan is er nog een Duitser, niks tegen Duitsers. Maar Hollanders, die krijgen hier een beetje die B-plaatsen. Ja, die betaalt er vrij weinig hier voor het rad. Dan krijgt hij mooie A-plaats. Het is een prachtige locatie hier voor een grote maakzaak. Dat reuzenrad ook in de lengte zo erachter gezet. Dan zou hij zijn ijsjet of zo ervoor zetten. Zo is het gedaan hebben. Maar ja, ik ben hier niet de kermismeester. En gelukkig voor Tilburg, Mark. Dan hebben ze wel het achterwandje eraf gelaten voor een open karakter, zullen we maar zeggen, maar nee. Slechte plaats voor dit rad, veel te groot voor deze plaats. Nou, staan je kans, hang je rijk. Waarom niet? Wat je? Ik denk dat ik constructie met een 9 kom. Zo, daar gaan we naar boven. Heb je er zin in? Ja. Hoor je de angst? Ja. We gaan in test trekken. Een rondje maken voor de grap. Ik had hem al eens een keer gedaan in Hannover in de review. Kun je gewoon bekijken wat ik er allemaal van gezegd heb. We gaan nu even naar onze stand kijken. Vind je het echt één? Nee toch? Ik wou zeggen. Nee joh. Mooi dat eruit. Ja, heerlijk hè. Mooie ouderwetse kakel. Ja, ja. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Loppen nummer 2. Kijk jongens, hou! We hadden een groot flow. En dat doe je. Ja, lekker door in de loopings. Ja. Pas op hè. Ja, lekker. Door, een beetje jammer. Oh! Dat is Schwarzkopf, jongens. Wel soepel gaat hij ook nog. Nog een keer. Ja, is achteruit. Ja. Zo, dan voel je nou een beter mens? Ja, dat ja. Helemaal dankjewel goed. Ja. Mooie baan dit jongens. Ja, dat is wel mooi dat hij op Tilburg staat, alleen voor de Nederlandse expertant is het natuurlijk wel minder, want deze baan staat hier praktisch voor niks. En de muizen moeten hier heel veel geld pachten om te staan. En wij noemen dat gewoon in Leiden oneerlijke concurrentie, hoe mooi deze zaak ook is, hoe leuk het ook voor Tilburg is, maar het klopt ergens natuurlijk niet. Kijk hoe hoog staat. Ja, het is aardig op de blokjes, hè? Schommel net gezien, dan zien we hier alweer de andere schommel, de Monster van Boos, ook uit Duitsland. Ja. Voorzichtig, kotsgevaar! Hoi, bekenden. Hoi. Hey. Hoi. Hey. Dat is een echte Hollander, hè? Die kan geen drinken betalen. Ja, kijk, deze jongen kan tenminste wel betalen, maar je moet weer uit de kraan lopen zuipen. Hey, ik heb bronwater, jongen. Ja, ook gevuld hier. Nee, thuis. Kijk, een cool down. Dan kun je lekker afkoelen, jong.
Geen water in weg houden, dat mag niet. Zeg, hier komt meteen de tweede booster tegen. Ja, dan kun je zien waar een wereldkermis willen worden. Ze wil de beste kermis van Europa worden. Met mijn 85 draaimolens kan ik ook een grote kermis bouwen. Ja, dat vond ik dus ook al. En dan valt meteen op, het is zondagmiddag, dus het moet hartstikke druk zijn hier. En dan zit deze booster niet eens vol. Twee lege zittingen en aan de andere kant ook twee lege zittingen. Dus ja, zo'n zaak zou gewoon vol moeten zitten om deze tijd. Het bijt elkaar niet, nou het bijt elkaar wel degelijk. 4 euro voor een booster, zilver, dat is goedkoop. We gaan hem doen in Virgin XXL. Een prachtige mooie machine van Fabri Park. Nou, wat vond je van XXL? Mooi! Ja? Ja, ik ben helemaal wakker. Ja. Tegenaan. Helemaal verliefd ook, hè, dat ding. Ja, ik geloof dat ik best heb niet maar kunnen doen. Nee, het is een machtige machine dit. Dit zijn de smaakmakers nog van de kermis. Dat heeft Tilburg dan weer wel. Het tweede funhouse, maar ja, goed, dat kan dan nog wel. Attention! Dit is nou wel een tegenvallen hoor. Ze hebben die spuit uitgezet. Dan hadden de mensen zoekend nat kunnen worden naast de baan. Dat had wel lachen geweest. Maar ja, we hebben nou gewoon bosbootjes op de kermis. En dit is X-Factory, Wippie nummer 2, die al betere zaken doet dan met de eerste Wippie. Maar ja, goed, het is natuurlijk ook later op de dag. Niemand weet dat je in de touw hier lekker relaxed kunt zitten. In Duitsland is dat meer bekender. Overigens staat die kermis daar voor het eerst. Duitsers vragen over een Sinti en Nederlanders. Helemaal niet, ben enigste. Wat me trouwens ook wel valt is dat het Nederlands gesproken is, speciaal voor deze kermis. Thank you.
bier. Ze gebruiken tegenwoordig hier een pop daarvoor. Dat is een spook met ADHD hier ook. Twee jumpers. De rest van Nederland heeft geen jumper. De alle twee hier in Tilburg. Kijkt u eens naar een mooie omgeving met al zijn kleuren. Laatste gelegenheid. Ik ben bang dat we het niet meer zo lang stilhouden. Roy Donders broodjes en halbroodjes. Wat een combinatie. Wat je doen? Kom, we lopen er een keer doorheen. Gaan we een keer doorheen lopen. Een T-Rex! Ja, bijna. Het is een omgebouwde parkeergarage. Het is geen echte kermisattractie. Maar we gaan eens kijken wat er allemaal is. Het is toch een attractie. Amazonas op de Duitse kermis is dat ook zo ongeveer. Kijk, dat is een gordeldier. En kijk maar op het blaadje. Goochem het gordeldier. Dan kan je oprollen en dan kan je mee bowlen. Deze beelden zijn voor 18 plus. Kijk eens, zo actief ben ik nog niet eens met mijn vrouw. Wat staat hier een kliek? Tommy, niet doen! Je vindt dat geweldig! Je vindt het erg leuk als ze aan het doen zijn. Tommy, kom duintje. Nee, niet kijken jongens, daar ben je nog veel te jong voor. Kijk eens! Ja joh, duik er gewoon over en op. Ja joh. 69, ja, ja hoor. Allee, koppa, hier, ja, oké, okay. Laat maar, we gaan door. Over het volgende. Dit zijn, zijn serieus krokodillen jongens. Alligator. Kijk, we zijn net op tijd, het is paartijd, die gaan paren. Alligators. Oh sorry, zijn het alligators? Ja. Nou, het lijkt wel krokodil. Ja, paringstijd denk ik. En dat is een pop of zo. Blijf heel goed stil liggen. Nou, nog wat spinnetjes, nog meer spinnetjes. Ja, ze hebben allemaal een beetje 8 pootjes en zo. Ja, spinnen. Liever dat ze hier zitten dan bij mijn thuis. Hier zit er ook nog eentje. Waar is hij? Ik heb al 3 apen rondlopen. Kijk dan jongens, een roodpoot vogelspin. Oh jee. Oh. Wat hebben ze nog meer? Ah. Flamongo's. Een parkiet. Een kakatoe. Een kakatoe? Weet ik dat er een kakatoe is? Ja? Kan die paden? Loren. Ik ben in zo'n ding praat. Is leuk hè? Daar zijn we al lang niet meer geweest. Deze doet ook niks. Twee kom je nek in hè? Ja, niet meer. Het is geen wurgslang. Het is geen wurgslang. Ja, mooi. Het is een wurgslang. Kom. Ja, dan moet je zelf weten hè. Dit klinkt, die komt kapot. Geinig. Dat is wel een ding. En hebben jullie meegeteld? Booster nummer 3 is het. Ja, zo kunnen wij ook een hele grote kermis organiseren. Zo, dan gaan we als eerst naar het slechtste plein van de kermis. Ik heb altijd het idee dat hier het minste verdiend wordt. Neem me erbij! Nou, we komen bij de meest slechtste plaats van de hele kermis.
En naar mijn idee is dat deze plaats bij de Supermarkt staat. De grootste mobiele achtbaan van Europa. Ja. Met een beetje fantasie, dan kom je er wel, ja. Nou ja, 2 jaar geleden of zo stonden er 2 van die wilde muizen en nu eentje. Dus het is wel vooruit gegaan hier in dat Tilburg. Want 1 zo'n attractie is wel zat. Want je ziet het, maar het geen wachtrij. Opvallend is verder dat Bewal dat laat afweten dit jaar. Eigenlijk staat alleen de River Rafting hier op deze kermis. Die London City Coaster is er niet. De Grote Muizenbeheer staat in Uden. De Eurocoaster staat in Kleve. En de Magic Mouse is mij niet bekend waar die staat. Maar dan blijkt dat Uden en Kleve al betere kermissen zijn dan hier in Tilburg. Hij staat dan weliswaar helemaal aan de andere kant van de kermis, het uiterste puntje. Het bijt elkaar niet, maar deze draait ook helemaal leeg. Ja, 1 polyp voor deze kermis lijkt mij eerlijk gezegd wel voldoende. Maar daar denken ze in Tilburg toch heel anders van. En deze exploitanten blijkbaar ook, want die zijn toch alle 2 opgereden. Maar ja, als ik zo'n zaak had, zou ik die omrijden in elk geval. Hier van. Ik vind het wel een mooie zaak, die dan. Wel een mooie zaak, hè? Ik vind het plein wel, is wel leeg. Ja. Overal proppen het vol en hier heb je ruimte genoeg. Ik denk dat er niemand wil meer staan. En 2 loopzaken naast elkaar vind ik geen praktische opstelling. Dat ze meer van elkaar moeten scheiden. Een hele zooi gokzaken. Daar zo. Als mag ik hier eentje. Ja, precies. Hier eentje neer kunnen zetten of daar een beetje meer spreiden. Nee, slecht plein ook. En de 2e snelheidsmolen natuurlijk. Want ze kunnen hier alles dubbel neerzetten. Ja, nog een pluspunt van de kermis. De lekkere broodjeszaak. En dit is nummer 3. Ja, zo krijg ik ook wel een kermis vol. 3 van diezelfde attracties. Hier staan toch 2 schommels bij elkaar. Nou goed, deze draait er wel over de kop heen. Maar ja, niet echt heel praktisch. En tot slot natuurlijk nog een breakdance. Omdat die er gewoon even bij past. Inmiddels is het zondagavond geworden en het is koppelopen. Alles staat stil, jongens. Niemand zit erin. Het is echt slecht hier in Tilburg. Weinig volk op de been. Tenminste, ja, was wel volk op de been, maar weinig mensen in de attracties. Ja, het is niet echt, super. Ja. Het enige wat wel leuk georganiseerd is hier in Tilburg, de nostalgische kermis. Betaalbaar en leuke attractie aanbod. Vlug in en uitstappen. Nou, dan moet je wel razendsnel zijn om in en uit te stappen. Vorig jaar zijn we hier binnen geweest, dus dit jaar slaan we even over de Kermis Expo. Die staan hier voor niks. Die staan hier met nagenoeg niks. Ze kunnen goed rond euro, 200 euro moeten betalen en alles wat ze verdienen mogen houden. Nou, dat is mooi geregeld hier. Dus op dit stuk van de kermis kan het dus wel. Als ze dat nou in de rest van de kermis ook invoeren,
kunnen ze kwalitatief een betere kermis neerzetten. Attractie zou Tilburg nog kunnen regelen voor dit jaar. Een kleine resume wat wij nog te bieden hebben in Nederland aan het attractieaanbod. Als eerste Van de Beek, het Around the World. Groot gemis dit jaar op de Tilburgse kermis. Jarenlang daar geweest, maar dit jaar ja, blijkbaar niet gekomen. Mission Space van Kroon is ook niet geweest, die koos voor Uden. Dat is ook een hele goede kermis. Experience van de Marel is er ook niet. Tornado van de Wiel, zo'n soort zaak stond er ook niet. Superstar van Albert, zo'n soort zaak stond er ook al niet. Een simpele Calypso van diverse exploitanten is ook niet gekomen. De Hulligully van Boers stond er niet. Star Wars bijvoorbeeld, ook van Kroon, stond er niet. De Blower van Van Eyck doet heel weinig Nederlandse kermissen. Eigenlijk alleen Katwijk zie ik hem nog wel eens staan, maar verder. Maar die had ook nog kunnen komen. De Heartbreaker van Bartels, kortom, er zijn al wat zaken die je had kunnen plaatsen. En dan zou je zeggen, ja, maar die schrijven zich niet in. Dan kan je ook moeite doen, net zoals je de Duitsers de moeite doen. Want de Duitsers worden ook uitgenodigd voor heel weinig geld of praktisch voor niks. En die krijgen een apart terrein en weet ik wel wat voor voordelen die krijgen. Kun je ook bij Nederlandse exploitanten toepassen. En je kan je ook zeggen, bijvoorbeeld tegen Van der Marel met Experience als voorbeeld. Van joh, jong, kom, mag je voor niks staan. Je krijgt misschien wel korting op de stroom. En dan heb je een leuke, unieke zaak voor op de kermis in plaats van een derde of een vierde breakdance. Maar ja, dat doen ze alleen bij Duitsers en niet bij Nederlanders. Dus dat is dan hekelpunt 1. En ja, een goede kermis is naar mijn inziens een kermis die veel diversiteit heeft en niet die groot is. Oei, twee keer bezeikt.